Roger de Leeuwen werkt als woonconsulent voor Wonen Breeburg. Volgens Roger versterkt Facebook de interactie tussen hem en de bewoners. Wij vonden zijn pagina op Facebook en we gingen bij hem langs. Hoe lang zit je eigenlijk op Facebook? Sinds 2012 ben ik hier woonconsulent geworden in december. Toen merkte ik dat veel bewoners uit de buurt op Facebook zitten en ook contact met elkaar hebben via Facebook. En toen heb ik me aangemeld als Wonen Breeburg zijnde om daar deel uit te maken. En sindsdien zit ik erop en inmiddels heb ik meer dan 600 vrienden uit de wijk. Dus dat is heel erg leuk om mee te maken. 600 vrienden in twee jaar, dat doe je goed. Ja. Nou, sinds 2012 ben ik dus op Facebook actief in de wijk Tuinzicht. En daar heb ik wel veel dingen geleerd over de wijk. Van hoe zitten dingen in elkaar? Wat speelt er in de wijk? Wie zijn wel vrienden? Wie zijn niet vrienden? Daar heb ik al heel veel dingen uit geleerd. En ja, zo heb ik de wijk leren kennen. Ik heb geprobeerd om mensen in contact te treden. Bijvoorbeeld opknappen van een tuin hier of opknappen van een speeltuin is op Facebook gekomen. Daar hebben we ook op ingehaakt. En we hebben toen opgeroepen van wie heeft de leukste tuin van de wijk. En daar is op gereageerd. En die foto hebben we ook gepubliceerd op Facebook. En wat ik dan heel leuk vind om te zien is dat bewoners ook gaan reageren op die foto's. En ook aangeven dat ze een mooie tuin vinden. Dus daarmee proberen we ook dingen te stimuleren. Wat we ook vaak tegenkomen is helaas ook vuilnis in de achterpaden. Mensen denken dat organisaties zoals Wonen Breeburg dat op gaan ruimen. En dan is het ook wel leuk om er aan te geven, nou ja, dat zo makkelijk ligt het niet. En zo gaan mensen ook elkaar aanspreken. Dus de ene bewoner zegt iets en de andere reageert erop. En daar krijg je wel een interactie tussen meerdere bewoners en Wonen Breeburg. Binnenkort gaan jullie groot onderhoud uitvoeren hier in de buurt. Hoe zet je Facebook daarvoor in? We zetten eigenlijk alles wat met groot onderhoud te maken heeft, dus zowel de brochure als de uitnodiging, als foto's, als wat er goed gaat, maar wat er minder goed gaat, zetten we op Facebook. Wat ik heel belangrijk vind is dat we ook proactief erop aanwezig zijn. Dus niet alleen maar reageren als iets wel of niet goed gaat, maar ook van tevoren kijken van wat speelt er en daar ook meteen op ingrijpen en niet meteen uit de hand laten lopen. Merk je dat het contact ook beter is door je contacten via Facebook? Ja, ik merk ook dat ik in het weekend en ook in de avonturen meer word benaderd via Facebook. Hele korte lijn en wat dat fijn is, dat je meteen kunt doorverwijzen of meteen dingen op kunt pakken, erop kunt reageren, dat soort zaken. Dus ik vind die afstand tussen een grote organisatie als Wonen Breeburg en de bewoners wordt steeds kleiner. Als je nou op Facebook zit en iedereen overstapt op Facebook, zijn we dan eigenlijk klaar met z'n allen? Nee, we zijn nooit klaar. Het is heel belangrijk om te blijven investeren in contact met de bewoners. En dat doen we online, maar dat blijven we ook persoonlijk doen en dat doen we ook aan de telefoon. En sterker nog, ja, ik vind het heel leuk dat Roger en een aantal collega's bezig zijn op social media. Want we zien wel een onderzoek dat onze huurders daar zijn. En dan moet je er gewoon aanwezig zijn. En wat is de meerwaarde van Facebook volgens jou? Nou, er zijn drie dingen. Klanttevredenheid, hè? Want Roger en andere collega's beantwoorden de vragen die huurders hebben. Een stukje participatie, mensen leren elkaar kennen, niet alleen ons. En monitoring is ook wel belangrijk. Kijk, die huurders bepalen of wij ons werk goed doen. Zij legitimeren ons bestaan. Doen wij het juiste werk en doen wij het werk goed? Dus ook via social media kun je zien wat de sentimenten zijn en hoe huurders over dingen denken.